Ze zou haast zeggen kerstvers Nederlands kampioen, maar je hebt hem geprolongeerd. Zegt dat niet zo over je vorm? Ja, ik vind het heel lekker dat ik kan prolongeren, ja. Iedereen zit er best wel goed in. En nou, dat betekent gewoon dat je in een goed veld je titel weet te behouden. Dus dat is echt wel tof. Hoe was je race? Nou, ik kwam echt goed uit de start. Het was eigenlijk de eerste echt goede start van dit toernooi. En ik zat gewoon in goede klappen en ik maakte gewoon heel makkelijk het verschil al. Dus het is eigenlijk onverwachts. Maar ja, ontzettend blij met hoe ik hem neer kan zetten. Je had niet verwacht, zei je? Nou, verwacht weet ik niet. Nee, wel. Kijk, je hebt zeker verwachtingen. Maar ja, Sofie zat ook gewoon supergoed in het toernooi. Of zit. En ik had gewoon verwacht dat het echt nek aan nek tot de streep zou worden. En dat het verschil op deze manier was, dat verbaast me een beetje, ja. Ja. Eerste reactie? Ja, zware strijd vandaag met die wind tegen. Het was een lange 2 kilometer, maar ik ben blij dat het is gelukt. Zware strijd, althans, zo begon het ook tegen Martine Veldhuis. Hoe zat je erin? Ja, ik wilde eigenlijk op de eerste 1000 al duidelijk maken dat ik hem wilde winnen. Vanuit daar doorversnellen. Dat is me net niet helemaal gelukt, maar gelukkig was het al genoeg. Ja, want uiteindelijk was de voorsprong ruim, kunnen we zeggen. Ja, dat zeker. Klopt. Maar ik denk, Martine, ook Iris hebben het allebei super goed gedaan.